Rabo Research heeft in de visie op 2018 haar vooruitzichten voor de komende paar jaar bekendgemaakt. Daarin zeggen wij dat het goed gaat met de Nederlandse economie en de komende tijd ook nog goed zal blijven gaan. En dat komt ook ergens vandaan. Een gedeelte daarvan is te danken aan de rest van de wereld. En daarom praat ik vandaag met Esther Barendrecht, internationale econoom bij Rabo Research. Het gaat goed met de rest van de wereld. Daar hebben we ons het goede gedeelte aan te danken. Ja, dat klopt, Menno. Nee, de wereldeconomie draait heel aardig. En hoewel de hele mooie cijfers van voor de crisis voorlopig niet terugkomen, zijn we toch zeker niet ontevreden. Het fijne is ook dat die groei ook zowel in opkomende markten als meer geavanceerde economieën plaatsvindt op dit moment. Dus bijvoorbeeld China doet het goed. Landen als Brazilië en Rusland, die te maken hadden met de recessie de afgelopen jaren, die zijn daar weer uit aan het klimmen. En tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld in de VS en de eurozone heel mooie groeicijfers op dit moment. De VS boven de 2% dit jaar, volgend jaar. En daar hebben zowel consumenten als bedrijven een positieve rol in. Eurozone eigenlijk een vergelijkbaar beeld. Ruim boven 2% groei. En dat is een hele mooie prestatie als we kijken naar hoe de afgelopen jaar eigenlijk we ons toch zorgen maakten over een belangrijke politieke gebeurtenissen die plaatsvonden. Ja. Het vertrouwen is heel hoog in de eurozone en we denken ook dat het momentum voorlopig nog even aanhoudt. Maar geen inflatie? Inflatie blijft inderdaad bescheiden. En de ECB die worstelt daar natuurlijk een beetje mee. Zij zullen de rente waarschijnlijk voorlopig nog niet verhogen. En ook dat hele ruime monetaire beleid, die opkoopprogramma's, maar langzaam afbouwen. Ja. En die lage inflatie, dat is een beeld wat we op meer plekken zien en natuurlijk ook voor Nederland gevolgen heeft. Ja. Nee, dat klopt. In Nederland hebben we ook te maken met lage inflatie en wij verwachten eigenlijk pas in 2019 dat de inflatie in Nederland goed op gang komt. En dat komt dan niet alleen omdat de werkeloosheid lager is en dan op dat moment de spanning in de economie en de verhitting van de economie een beetje op gang komt. Maar eigenlijk komt het vooral door de btw-verhogingen die het kabinet voornemens is. En dat doet nog eens een schepje bovenop, qua inflatie. Maar dan nog zitten we een beetje boven de 2%. En niet echt schokkend qua inflatieontwikkelingen. Zeker geniet in het context van Nederlandse geschiedenis en Nederlandse periode van hoge conjunctuur. We zitten wel wat betreft groeiverwachtingen vrij hoog. Dus afgelopen jaar boven de 3%. Komend jaar dicht bij de 3%. En ook in 2019 boven de 2%. Dus wat dat betreft gaat het goed. Je ziet ook inderdaad dat de werkeloosheid zal dalen. Loonsgroei komt een beetje op gang waarschijnlijk over deze periode. Maar ook in vergeleken met andere hoge conjuncturen in het verleden waarschijnlijk iets minder uitbundige loonsgroei dan we toen gewend waren. En wat zijn nou de dingen waar je eigenlijk zorgen over zou maken voor Nederland? Ja, eigenlijk dingen die meer met jou te maken hebben. Namelijk de rest van de wereld. Ja. Daar komen voor Nederland de grote risico's vandaan. Nederland is heel erg blootgesteld aan de rest van de wereldeconomie. Mm. We exporteren heel veel. Maar we hebben ook enorme financiële belangen in de rest van de wereld. Nederland is een van de grootste investeerders in de rest van de wereld. En dus alles wat daar gebeurt heeft een impact op ons. En dan maak ik me toch wel zorgen over de houding van Trump ten opzichte van de rest van de wereld. Dingen in het Midden-Oosten, Oost-Azië en natuurlijk Brexit. Ja, nee, Brexit, dat is inderdaad iets waar wij ook heel goed naar gekeken hebben voor deze publicatie ook. Het is natuurlijk goed nieuws dat het VK en de Europese Unie nu op hoofdlijn een akkoord hebben over de scheidingsvoorwaarden. Het echte werk moet nog beginnen, namelijk de onderhandelingen over hoe zij hun toekomstige relatie gaan vormgeven. En dat betekent dat het gevaar voor een harde Brexit nog niet helemaal geweken is. Maar ook als we het wel eens worden over een vrijhandelsakkoord voor die periode na Brexit, dan zijn we eigenlijk toch niet zo heel positief over die Engelse economie. Want wij zien dan toch factoren die daar de vraag gaan beïnvloeden en ook zelfs op langere termijn de productiviteit. Dus wij hebben onze raming daar wel een flink eindje naar beneden bijgesteld. En dan is Brexit heel dichtbij. Maar inderdaad, je noemde al wat verder weg bijvoorbeeld de relatie tussen Trump en China. Vooral rond Noord-Korea is denk ik best een heel gevoelige kwestie. Midden-Oosten en zo zijn er nog wel meer zaken te bedenken die voor Nederlandse ondernemers
ook van belang zullen zijn. Ja, maar toch zie je dan niet dat die daar zich er heel erg druk over maken. In ieder geval zou je denken als je kijkt naar de investeringsgroei bijvoorbeeld. Ja. En daar hebben we dan ook naar gekeken. We hebben gekeken naar relatie tussen geopolitieke risico's in het verleden en de Nederlandse economie. En we zien dan dat we echt wel kunnen constateren dat er een effect is. Mm-hmm. Zeg maar dat geopolitieke risico's in het verleden leiden tot een lagere groei. Ja. Maar dat dat effect er niet zo groot is dat het meteen de huidige hoogconjunctuur om zeep zou moeten helpen. Dus het is wel iets kennelijk waar ondernemers mee bezig zijn. Maar het blijft inderdaad ver weg. En totdat die risico's daadwerkelijk kristalliseren en dan ook echt wel een grote impact kunnen hebben, blijft het iets dat een bescheiden, meetbaar, maar bescheiden impact heeft op de economie. Oké. Nou, dat was onze beeld voor de wereldeconomie en Nederland over de komende paar jaar. Je kunt meer lezen over deze onderwerpen op onze website.